Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een favoriete video voor jullie. In de favoriete video van oktober heb ik uitgelegd dat ik een beetje achterliep met de video's. Dus vandaar dat de favorieten van oktober en november een beetje kort op elkaar zitten. En dit keer ga ik jullie dus de favorieten van november laten zien. Ik heb alles verzameld op dit blad. En ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik nou echt geweldig vond in november. Dus als je daar benieuwd naar bent, kijk dan zeker even gezellig mee. Ik begin even met een product wat niet op de schaal lag. De dop is een beetje lam, dus ik was een beetje bang dat de dop van eraf zou gaan. En dat er dan lippenstift op die schaal kwam. En dat krijg ik er natuurlijk nooit meer af. Maar dit is de Catrice Matte Lip Artist 6 Hour. Dit is een lippenstift die zijn kleur behoudt tot 6 uur lang. Ik heb de kleur 030 Barberry Hopping. En ja, dit is dus eigenlijk zo'n stift. En ja, die is echt heel mooi. Hij is heel mooi mat. Blijft echt heel mooi zitten. Droogt de lippen ook niet uit. Dat vind ik echt heel fijn. Vaak is het zo met matte lipproducten dat de lippen ook wat uitdrogen, maar dat had ik bij deze absoluut niet. Ik ga even kijken of dat er ook toevallig nog iets qua verzorging in zit. Vind ik niet terug, maar ja, hij is wel gewoon heel zacht. Hij is ook vrij romig, moet ik zeggen. Ik vind dit altijd, met aanbrengen vind ik dit een beetje lastig, want ik ben altijd een beetje bang dat de punt snel breekt. Je kunt hem dus hiermee ook omhoog draaien. Dat is dan wel weer ideaal. Maar als zo'n product zacht wordt, dan breekt het heel snel af. Gelukkig viel dat met deze reuze mee. En ja, ik vond het effect wat deze lipstick gaf gewoon heel mooi. En dat ze niet uitdroogde. De kleur bleef ook zeker lang zitten. Ook nadat ik gewoon dronk of iets at. Dus dat vond ik echt wel een pluspunt. Dan heb ik deze nageldroger. Ik zal hem eventjes uit de verpakking halen. Dit is Amanda de Panda. En dit is dus een nageldroger. Ik zal hem even laten zien hoe hij eruit ziet zonder het doosje. Want hij is echt super schattig. Als ik het doosje open krijg. Ja, daar is die. Dit is hem dus. Er moeten batterijen in. Moet ik eventjes kijken welke hoor. 2 AAA batterijen, dus dat zijn die hele dunne, die breng je hier achterop. Achter, hier zit zo'n klepje, die moet je er even afdraaien, daar kunnen de batterijen in. En als je dan je nagel wilt drogen, leg je hem hier op en dan blaast hij je nagel droog. Ik kreeg deze nageldroger van de website ditverzinjeniet.nl. Kreeg ik deze nageldroger dus. En ja, ik vind hem echt super schattig. Ze hebben hem ook in een hondje en in een aap. En ja, die zien er ook heel schattig uit. Maar ik vond de panda gewoon heel leuk. Omdat ik panda's een heel leuke dieren vind. En ik vond dat met dat roze gewoon heel leuk. Hij is van het merk Vis. En ja, die hebben dus gewoon deze schattige nageldrogers. En ja, ik vond hem gewoon heel schattig. En mijn nagels drogen ook echt best wel wat sneller. Ik bedoel, het is niet dat je binnen een minuut ineens klaar bent met je manicure. Maar het gaat zeker wat sneller met zo'n nageldroger. En ja, ik ben er gewoon heel blij mee. Dus hij mocht zeker niet ontbreken in de favoriete video. En ja, mocht je nieuwsgierig zijn naar de andere varianten, kijk dan zeker even op de website van ditverzinjeniet.nl. Dan heb ik de Matte Long Lasting Lip Gloss. En ik heb deze in de kleur 01 La Fieste Belle. Belle. Ik denk dat ik het weer totaal verkeerd uitspreek. Want die namen zijn altijd heel lastig. Maar dit is dus een lipgloss met een mat effect. En ik ga het gewoon even laten zien. Ik weet niet of ik het goed op beeld krijg op de camera. Hij is echt heel creamy. Misschien kun je het al een beetje zien hierop. En de geur ook. Oh. Ja, het ruikt echt heel erg lekker, maar ik kan niet echt thuis brengen waarna. Het lijkt wel een soort karamel. Maar ik vind, ja, ik kan het niet helemaal thuis brengen, maar ik vind de geur wel aangenaam. Dit is dus inderdaad een lipgloss met een
crème structuur. Het effect is echt super mooi, het matte effect. Ook deze droogt wederom de lippen niet uit. Hier zit volgens mij... Nee, ik zie niet iets terug wat dat er iets beschermends in zit, waardoor die dus niet uitdroogt. Maar ja, hij droogt je lippen gewoon niet uit. Ik weet niet hoe, maar het is gewoon zo. Ook de kleur is echt lang behouden. De dekking is ook gewoon heel goed. Dat komt natuurlijk ook door de crème structuur. Maar ja, ik vond het heel, heel fijn. En je ziet nu natuurlijk heel veel van die matte lipproducten. En ja, Essentie doet er dan net iets anders aan door er een lipgloss van te maken. Maar toch heb je dat niet door als je hem opbrengt. Omdat hij dus gewoon mat opdroogt. En ook totaal gewoon niet plakt. En dat is dus gewoon ideaal. Ik ben echt heel blij met deze lipgloss. Dan heb ik van deze even de Let's Glow Illuminating Pressed Powder. Dit is een highlight poeder en ten eerste vind ik het doosje al heel erg mooi. Met die gouden details, de gouden tekst. De achterkant is ook goud. In de poeder zelf staat het merk W7 gedrukt. Het is echt een poeder met hoge dekking. Hij is vrij licht, maar ik vond echt, je zag hem echt terug. Vaak is het... een beetje spelen met lichte poeder. Omdat je... Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan... je eigen huid. Ben je lichter of donkerder? En ja, op een hele lichte huid is hij misschien iets minder zichtbaar. Maar ja, hij heeft wel heel veel pigmenten. Ik zag hem bij mezelf echt wel heel erg goed. En ja, ik werd gewoon heel erg blij van deze poeder. Omdat hij gewoon... Ja... Heel mooi is. Hij heeft ook een kleine shimmer. En je kunt hier echt heel mooi mee highlighten. Dus dat vond ik echt super fijn. Dan heb ik een aantal producten uit de limited editie van Catrice. Namelijk de Caviar Couch. Deze naam zegt je misschien al wat. Vorig jaar had Catrice ook een samenwerking met zo'n collectie van Caviar Couch. En dat is zo goed bevallen dat ze dat dit jaar opnieuw hebben gedaan. Met hele nieuwe producten uiteraard. Dit toilettasje hoorde daarbij, of make-up tasje. Mooi zwart lak met gouden letters, gouden tekst. Heel mooie combinatie. Ook de rits is goud. Het hartje is ook heel mooi goud. Echt heel erg mooi. Die wilde ik gewoon even laten zien omdat ik hem gewoon super mooi vind. En dan heb ik hier de highlighter uit die collectie. En deze heeft de naam C01 Claire de Lune. Dit is echt een hele mooie highlighter. En allereerst heeft hij ook weer een heel mooi ja, patroon. Ja, ik denk dat ik het zo wel kan noemen. Ik vind, vind dat echt heel erg mooi dat wat erin gedrukt is. Het is echt een hele zachte highlighter. Hij heeft licht reflecterende pigmenten. En ja, je ziet hem gewoon heel mooi ook weer terug. Lichte shimmer erin, waardoor je hem gewoon... op meerdere plaatsen kunt gebruiken. Dus niet alleen ja, op je gezicht. Maar misschien ook hier en daar wat op je lijf. Mocht je dat willen. Echt, echt heel erg mooi. Ja, ik ben over het algemeen altijd wel heel, heel positief over die producten van Catrice. Omdat het pigment gewoon eigenlijk altijd wel heel goed is. En ja, ook dit is gewoon weer een hele mooie highlighter. Dan heb ik dit potje. Ik zal hem even omdraaien. Nou ja, jullie zien hier zo de tekst. Maar ik moet even omdraaien om het duidelijk te vertellen. Dit is namelijk een cream eyeshadow. Maar je kunt hem ook als eyeliner gebruiken. Even kijken of die nog een naam heeft. Vast wel. Mocht ik hem nog vinden, zet ik hem eventjes hierbij. Ook dit is gewoon, die gouden details zijn gewoon heel erg mooi. Dat dekseltje, zo mooi goud. En dan het product zelf echt. Ja, ik heb er al lekker in zitten dippen. Dus hij ziet er niet meer zo heel prachtig uit. Maar ja, echt super mooi. Ik vind het mezelf heel erg mooi om als highlighter te gebruiken. Ook vooral ja, om net eventjes wat meer detail te geven, zeg maar. Raad ik je aan om hem wel over een zwarte eyeliner heen te brengen. Want dan zie je hem gewoon het beste. Als eyeshadow heb ik hem zelf niet gebruikt. Omdat ik dat een beetje te catcherig vind. Niet zo bij mezelf passend. Maar hij heeft veel pigment. En je ziet hem echt heel mooi terug. En ik
vind dit heel erg fijn. En gewoon omdat het eigenlijk een 2-in-1 product is. En ik vind eyeliner in een, ja, zo'n potje eigenlijk altijd ook nog wel heel fijn. Omdat je gewoon je eigen kwastje erbij kunt gebruiken. Dus ja, het is wel heel erg leuk dat het een 2-in-1 product is. Dus dat je net kunt kiezen wat jij mooi vindt. Dan deze lippenstift. Ook deze heeft weer prachtige gouden details. Je ziet eigenlijk al dat de hele huls goud is. Ook zit er een hele mooie afbeelding op die je niet zo goed ziet. Omdat er dan weer zo'n stickertje overheen zit geplakt. Maar ja, moet ook gebeuren. Dit is de kleur C01 Nude Sublime. En dit is gewoon ook weer gewoon een hele mooie nude lipstift. Ik hou er nog steeds van. Je had keuze uit meerdere kleuren. Maar ik ben toch voor de lichtere variant gegaan. Omdat niet iedereen donkere lipstift bij mij mooi vindt. Ik vind het zelf wel mooi. Maar ik krijg heel vaak te horen dan van, oh, wat heb je een lelijke kleur lipstift op. Dus meestal ga ik een beetje voor safe. En dan is nude goed. Er gaat een kat met wat spullen vandoor. Dat was niet de bedoeling. Maar echt ook een hele mooie dekking. Ja, het lijkt ook of dat hij een beetje een cremige structuur heeft. Waardoor hij mooi blijft zitten en ook heel, heel fijn aanvoelt. Ook absoluut niet uitdrogend. Het is geen matte lippenstift trouwens. Het is echt wel gewoon een shiny lippenstift. Maar ja, de kleur echt heel erg mooi. Dan heb ik deze nagellak nog uit de collectie. En deze heet C01 Nude Sublime. Eigenlijk precies dezelfde kleur die passend is bij de lippenstift. Hele mooie kleur. Deze dekte echt al heel erg goed zonder dat je een lichte, bijvoorbeeld een witte basecoat hoeft aan te brengen. Sommige nude kleuren die dekken pas echt goed als je eerst een witte basecoat aanbrengt. Maar deze die dekte ook gewoon prima zonder witte basecoat. Na 2 laagjes was hij gewoon echt heel mooi. Zonder dat ik wel gewoon een basecoat heb aangebracht, maar gewoon een doorzichtige basecoat zeg maar. Dus niet eerst heel veel moeite heb moeten doen om er veel kleur van af te krijgen. En dat vond ik echt heel fijn, omdat het met nude kleuren gewoon heel moeilijk is. En ook deze verpakking ziet er natuurlijk gewoon weer prachtig uit met die gouden details. Het laatste product uit deze collectie, dat is het oogschaduwpaletje. Dit is een Quattro eyeshadow palet met de naam C01 Iris Sauvage. En kijk nou die voorkant. Dit is echt, ja, heel zacht. Dit lijkt wel een soort suède. Nee, niet suède. Ik weet niet. Maar dit is gewoon heel erg lekker zacht. En dan met die gouden details. Oh, echt zo mooi. Ik vind, ze hebben hier echt heel veel werk aan besteed. En dan de kleurtjes. Ik zal even dat. Die kleurtjes zijn ook wel heel erg mooi. Wat donkerder pigment is goed. Vaak zijn die lichtere kleuren wat moeilijker. Maar deze die kwamen echt goed tot zijn recht. Je kunt hier best wel echt één ooglook mee maken met deze 4 kleuren. Natuurlijk kun je ze ook gewoon combineren of enkel gebruiken. Het is net wat je zelf mooi vindt. Maar ja, ook gewoon de oogschaduw was gewoon heel erg goed. Maar ook gewoon hoe het product er zelf uitziet. Aan de buitenkant. Dat vind ik gewoon echt een plaatje. Dan heb ik van Essence de Super Precise Eyeliner. Die Long Lasting and Waterproof. Dit is een nieuwe eyeliner die allereerst best wel heel erg leuk uitziet. Met die streepjes zo rondom. Hij valt wel echt lekker op in het schap. En ook wel tussen je stash. Bij mij tenminste wel. En ja, dit is een eyeliner met een best wel precies borsteltje. Ik ga het even laten zien. Kijk, hij heeft een vrij dunne punt. Dus je kunt er echt wel heel precies mee werken. Je kunt er heel makkelijk heel dicht langs je wimperrand mee gaan. Ook wings kun je hier wel mee trekken. En dit is echt, ja, gewoon wel weer een hele goede eyeliner. Hij is lekker diep zwart, daar hou ik van. Sommige eyeliners die zijn gewoon niet diep zwart. Dat vind ik dan jammer, maar deze is echt lekker diep zwart. Brengt gemakkelijk aan. Is ook nog eens waterproof. En low budget. Dus een hele fijne combinatie vind ik zelf. En dan het laatste product, dat is dit NYC HD Color Quattro Eyeshadow paletje. Dit is de kleur 815 Best of Broadway.
Ik heb al vaker in favoriete video's deze andere paletjes laten zien van NYC. En deze heeft 4 kleuren en heeft ook nog zo'n heel klein applicatortje. Het zijn ook weer 4 kleuren die heel mooi bij elkaar passen. Van licht naar donker. Ik vind het dan heel erg mooi om alle 4 de kleuren te gebruiken voor een complete ooglook. Maar ja, je kunt natuurlijk gewoon zelf indelen hoe jij dat wilt aanbrengen. Het pigment is echt heel goed. En ze hebben ook best wel een mooi patroontje, vind ik, de oogschaduws. Je ziet ook eigenlijk niet dat die gebruikt is, maar het is echt zo. Ja, ik vind dit gewoon heel fijn altijd van zulke quattro paletjes. Dat je gewoon de kleuren, dat die gewoon prima bij elkaar passen. En dat je ze ook gewoon alle 4 kunt gebruiken als je dat wil. Ik hou er zelf heel erg van. Maar dat is natuurlijk een verschil van persoon. Maar ik vond dit een heel fijn paletje. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van november. Ik vind het altijd wel heel erg leuk bij deze video's dat ik aan het einde van de maand een soort van de balans opmaak van, oh ja, welke producten vond ik nou echt geweldig en kan ik dus meenemen naar zo'n video. En dan kom je toch altijd weer even terug van, oh ja, ik heb zoveel bijvoorbeeld getest en ja, de hoeveelheid die je dan fijn vond. En dat vind ik altijd leuk om te zien. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de geschreven artikelen over deze producten, die staan gewoon allemaal op mijn blog. Dus daar kun je gewoon even een kijkje nemen. Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je abonneren door op het rondje te klikken die hier ergens verschijnt. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken en dan zie ik je heel snel weer. Ik wil je alvast hele fijne kerstdagen wensen, want dit is de ene laatste video van 2016 alweer. En ja, het is natuurlijk van het weekend al kerst. Dus bij deze fijne dagen. En ik zie je de volgende keer. Doeg!